vandaag donderdag en ik ben inmiddels wakker, aangekleed en wel. Ik heb lekker een halve broek aan, t-shirtje, kettingje, make-upje op. Heel simpel, ik heb geen oogschaduw of dat soort gekke dingen opgedaan vandaag. Lekker aan de koffie. Aflevering van Lisa kijken, mijn raam staat een stuk open. Het is lekker koel, cool, dus ik zit lekker bij het raam. We gaan zo lekker aan het werk weer. Ik heb er wel zin in. Ik ben benieuwd. De warmste dag vandaag. Dus eens kijken hoe we het gaan overleven. Ik heb in plaats van mijn Converse heb ik mijn Adidas aangedaan. Omdat die net even wat lekkerder lopen en ik liep gisteren echt soppen in mijn Converse schoenen. Dus ik denk ik doe mijn Adidas wel aan. Het zit denk ik wel lekkerder. Dus ik zit even op de telefoon. Beetje rond neuzen en verder ga ik niet zoveel doen denk ik vandaag. Ik wil me ontzettend rustig houden. Ik heb het nu al gewoon bloedheet en ik heb nog letterlijk niks gedaan. Trouwens, mijn hele outfit vandaag is van Zeeman. Ik heb het gisteren gehaald. Die broek heb ik gisteren gehaald en het shirtje ook. En de schoenen zijn van Adidas. Helemaal leuk. Die heb ik in België gekocht, by the way. Nog steeds zo blij mee. Ah goed, ik ga koffie drinken en lekker tv kijken. En een beetje genieten van de frisse lucht, want het is wel heel warm. Goed, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb mijn jurkje weer aan die ik gisteren ook na het werk heb aangedaan. Ik hou dat lekker voor even voor na het werk, voor dat loop ik er geen hele dagen in. Doe ik er ook niks geks in. Dus ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb gesprek gehad op mijn werk, wat trouwens een super fijn gesprek was. Want ik mag nu met mijn medisch rekening gaan beginnen daar. Dat betekent dat ik eindelijk binnenkort pillen mag gaan delen als dat allemaal afgerond is. Ik moet nog even wat declareren voor werk. En ik moet nog een vlog gaan editen, dus ik zit hier nog wel heel even denk ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga het lekker mijn ding doen. En dan zien we daarna wel verder. Even lekker boodschappen halen. Ja. Hier ben ik lang niet geweest. Nee. Goh. Dat is heel erg. Ja, verandert ook niks hier. Goed, ik heb lekker bij mijn opa en oma gegeten, maar het is nu tijd om te gaan slapen. Of tenminste, eerst even lekker douchen, want ik zweet me echt kapot. En daarna lekker slapen. Eerst onder de douche.